Hallo allemaal, we gaan weer verder met deel 9. Welkom. Even een paar dingen. Ik heb de Sims een tijdje laten lopen, want de laatste aflevering kreeg ik last van mijn ogen. Ik ben naar de eerste hulp gegaan. Het bleek een splinter in mijn ogen te zitten, die hebben ze eruit gehaald. Dus er kunnen wat dingen veranderd zijn in het spel, dat weet ik niet. Als je naar mijn ogen kijkt, dan zie je dat er zalf in zit. Ik zie door dit ogen momenteel ook niet zien dat het water is, dat er zalf in zit. En de achtergrond, ze zijn bomen aan het filmen. Zo'n machine. Sorry voor dat, daar kan ik ook niks aan doen. Maar we zijn nu bij deel 9 beland. We gaan weer even vatten. Ik weet niet hoe mijn sims dood zijn of wat ook, want het is 2 dagen geleden dat ik voor het laatst opgenomen heb. Omdat ik gisteren was het helemaal gek, want ik heb pijn van de pijn in mijn ogen. Ik ben helemaal gek, dus ik kon alleen maar liggen en voor de rest niks doen. Want zodra ik mijn ogen open deed en het ligt alleen maar erin, helemaal gek van. Nou, we hebben wel wat geld verdiend, want ik heb 7000 kaart verdiend, zie ik. Omdat we 23, 24 maand zijn blijven gelopen. We gaan eerst even, hebben jullie honger? Want ben jij niet? Jij ook niet, jij ook niet, jij ook niet. Oké. Okay. Hebben jullie echt huiswerk? Oh. Jij hebt je huiswerk gedaan. Jij hebt je huiswerk gedaan. Je moet alleen de bureau niveau 4 bereiken van inzichtvaardigheid. De charisma is in orde. Ja, laat maar een boek open. You are there. Bestellen. En ja, de laatste aflevering. Ik zag niet eens dat Lilith van Thor mijn huis binnen was gekomen. Want dat die degene was die had aangebeld. Het is even die video terugkijken. Want ik wilde best zeker weten. Want ik weet zeker dat er aangebeld wordt. Ik hoorde ding dong, maar ze was zo snel binnen. Ja, ik moet even, mijn oog begint ook te tranen steeds, dus moet ik even droog houden. Dit namelijk een witzalf. Even kijken, meer keuze, boeken. Wat is er nou, inzicht? Ja. Het is al level? 2, dan moet je deel 1 hebben. Oh. Vaardigheid. Ja, ik heb zo'n pijn in mijn ogen gehad. Dat was die laatste video, was het ook al. Want ik denk de hele tijd dat mijn oog jeukt. En op de sluit ik de video en ik kijk in de spiegel en ik zie iets op mijn ooglid in mijn oog steken, dus ik ben meteen naar deze film gevlogen. Lijkt er een stalsplint in mijn oog te zitten. Eruit halen doet geen zeer. Ze gaan met een wattenstokje in je ogen en dan poep, dan halen ze hem eruit. Maar als je erin zit, dat doet zeer. Ja, jij zit toch te oude nevel, dus jij nou zegt van lekker, oh. Ja, voordat ik mijn ogen ingespoten had, had ik nog even mijn Quest 2 op mijn neus gehad. Dan zat ik Doctor Who te spelen. Wat een fantastisch spel. Maar ja, mijn batterij ging leeg, dus ja, nou, een kabel is te laden. Ik wil hem niet gebruiken, dus ik hem oplaad. Ik heb al een extra batterij besteld voor 5000 kMA, zodat je 2 tot 4 uur extra speeltijd hebt. Je kan hem ook als powerbank gebruiken. En een nieuwe headstrap daarvoor, zodat de batterij ook geklikt kan worden. En er zat nog iets bij, op Amazon was het. Dus, oh, we zijn weer. Maxi's! Oh, dat
Het is vreemd zeg, met dat een op de basis ziet. Dat het een beetje schuin zit om het te kunnen zien. Jij bent aan het lezen. Oké, dat gaat lekker. Ja, jullie zijn zussen, er is altijd wel een trammelant tussen zussen, net zoals broers. Dus, en dat bedoel ik in de jonge jaren natuurlijk. Het kan zijn dat ze nog problemen hebben met de oudere jaren, maar hey. Hoe doe jij het eigenlijk op school? Middelbare scholenlingen, 4 als gemiddelde? Nou, ga jij maar voorlopig even alleen uit, want ik weet dat er een bug gaat. Dus als je meegaat, dat ze minder XP, minder snel slaag. Maar je hebt je huiswerk voltooid, dus daar ben ik blij mee. Joe. Ja, dat is het tentamen maken, maar dat doe je uit je eigen. Dat is ook het tentamen maken, dat doe je ook uit je eigen. En dat tentamen maak je ook uit je eigen. Oké. Okay. Dus. Jij bent ook goed voor school. Wellicht dat je misschien het tentamen kan leren. Oh nee, dat ben jij niet. Dat ben jij. Jij hebt deze computer geloof ik? Nee, jij ja, hebt deze. Ik studeer voor de kamer. Over een paar moet je al in de school. Nee, zeg ik, het heeft me helemaal niet gevallen dat Linda, ik zit er daar nog van. Oh nee, wacht even, die video is ook een tijdje doorgelopen, dus ik had het zo weg. Nou, het huis is niet afgebrand in die. Want ik ging al. Wat was het? 9 uur naar de. Artsenpraktijk, het ziekenhuis. Het was druk. Ik geloof dat ik rond 11 uur was ik aan de beurt. Nou, toen moest ik weer wachten. Want dan hadden ze een contrastvloeistof in mijn ogen gespoten, dan moest ik erin trekken. Al met al, ik was rond 2 uur 's nachts thuis. Ik was wel met de taxi gegaan, want ik wist al dat ik niet op mijn fiets ging, want ik kan geen licht verdragen en wind ook niet. Ja, nu wel, maar toen niet. Oh, dat brandde zo. Dus ik denk, taxi bestellen. En nou, ik was blij ook, want we hadden allebei mogen wagen net. Deze was niet zo erg. Dat is mijn rechter. De video staat een keer op. Maar mijn rechter oog was niet zo slecht, mijn linker oog was slechter. Dus die heb ik maar 2 dagen hoeven te smeren met zalf. Maar die is nou weer goed, dat kan ik gewoon weer anders mee doen. Want je zet grit in. Dat is, ik kom van mijn werk. De luchtslang die was gesprongen, dus al dat grit het spuit omhoog. Ja, en ik sta er net naast, dus voordat ik mijn ogen dicht kon doen, zat er al grit in. En ik denk dat zo ook je stalpunt erin is gekomen. Want ik zelf toen niet te slijpen of het dan ook. Bent u klaar met de. Oh, opnieuw lezen? Oh, wacht even, dan haal je er eerst maar uit. Ah, ja. Was je al geleverd? Het is level 3 nu. Rekeningen zijn ook betaald, maar mooi. Hoe is het nu met jullie? Nou, weet je wat ik zo jullie afvullen? Dat ook gaat, 60 minuten meer. De plezier minder is, ik een AB vragen. Nou ja, ja, was de enige die nog niet heb kunnen OJA doen. Nee. Ja. Op school heb ik meer vriendinnen leren kennen. Vrienden, weet ik veel.
Nee, maar dat zou ook een vrouwenval, dus dat maakt niet uit. En jij hebt je huiswerk weer eens een keer laten liggen, maar jij niet. Jij niet. Waar ben je? Jij. Oh. Oeh. Oh, je bent naar 2, dat is mooi zo. Ik zei kritjes, ik ga het af. Nou ja, het ziet er te uit. Ja, had ik mijn Six Echidon geïnstalleerd gehad, dan kon ik je jezelf het laten doen, maar dat gaat helaas niet, want ik gebruik die bord gebruik ik niet meer. Dus, Ben jij nog aan het lezen? Nee. Lezen. Stop met ouwe hoeren. Wat bedoel je, de Sims is gebukt? Of behekst? Een van de twee. Ja, ik ben er nog steeds deel 1, dus ik krijg nog geen deel 1 nog XP voor. Dus, tot level 4 moet je het sowieso kunnen doen. Nee, ga nou door. Claudia gaat de school. Oh, je moet werken natuurlijk. Nee, niet. Ja, je hebt het. Chop. Nee. Ben ik Jan? Nee, je gaat gewoon werken. Ja, maar je gaat wel mee werken. Hierin teleporteren. En naar je werk. Zo dan met de hoop. Dus ga gewoon naar het werk. Ga dan naar je werk, godver... Oh, die Sims, die wordt een schaatsing van. Waar ben je, broer? Reset. Niet eens naar je werk, op school, op Rotterdam. Jij in school? Of 2 uur, oké. Echt, dat lezen van die Sims, dat is zo'n bug tegenwoordig, want ze blijven met het boek in hun klauwen staan en dat doen ze niet. Ja, ik ben misschien wat snel op mijn tenen getrapt, maar dat komt door mijn oog. Het zal het bijt in mijn oog ook. Dat betekent dat daar een vuil zit. En het is een bacterie zalf die erin zit. Misschien geen goed idee om. Maar mijn ogen zijn niet meer rood, gelukkig. Dan ben ik nou niet meer op een junk. Want ik zat in het ziekenhuis op een regenachtige dag met mijn zonnebril op binnen. Dan moest ik zo last van het licht had. Dan denk ik ook zoiets van: ik lijk nou wel een junk. Ja. Jij bent. Je bent al getikt, dus. Nou ja, ik bedoel. De tik is er. Het is getikt. Nu kan ze nou wat vrienden proberen te maken. Oh nee, jij moet het helemaal niet doen, joh. Jij hebt al vrienden. Gaat studeren. Bang. Jij moet vrienden maken als je op school zit. Je hebt toch geen XP bar, dus. Die scheiding was ik ook alweer vergeten. Even lekker naar school. Terugslaan. Kan me niet schelen of het positief of negatief is. Je laat je niet slaan. Dus de muis is me altijd groot gebracht.
Je moet naar school. Oké. Joe. Oh, je kan niet eens vrienden maken op school. Oh, je bent alweer terug. Hey, Spooky. Ben je er ook weer, jongen? Moet je zo meteen zeker weer naar school? Twee dagen, 21 uur, 2 uur. Hey, je bent klaar met school. Ik was zo moe van die lampjes. Jullie hoeven geen notificaties te geven. Ten eerste, dit hier interesseert me al helemaal geen moer. En dit ook niet. Die anderen hebben zeker ook. Nee, niemand hebben. Nee, waarom werkt het alleen bij jou en niet bij die anderen? Ik ga niks zeggen, want dan moet ik het. Maar het is goed zo. Gisteren was er eentje uit het raam gevallen in de binnenstad. Dus ik had de mail dat ik mijn telefoon nog had. Ik zat op Facebook, want ik was 2 dagen kon ik niet Facebook. Ik was gebind. En dus ik zeg maar. Dat was al de 4e in dit jaar. Was er alleen op de Halemerweg. Er was er al eentje hier, ook hier in de buurt. Deze was in het centrum. En in het begin dit jaar was er ook al een vrouw uit het raam gevallen. Dus ik schrijf, nou, dan vallen er wel vanuit het raam vandaag. Dus schrijft er iemand. Oh, nou, ik dacht ze niet. Ik zei, nou, het is nummertje 4 al. Dus ik had ze de links gestuurd van al die die uit het raam gevallen waren. Schrijf ze net. Oh, daar wist ik niks van. Waarom zei ik toch niet? Even kijken, jij bent alleen thuis? Ja? Even kijken, wie kunnen we vragen? Uit te nodigen. Oh, sorry. Ja, het was gewoon aan het bellen. Laten we een beetje romance tussen jullie gaan gebeuren. Oh, Claudia is ook thuis. Boven. Nou, ze staat voor de spiegel. Mooi zo. Oh, je zit nog op school. Moet je wel in de school? What the fuck? Ik zit hier te kijken. Dat hoeft hem niet. Nou, later maar. Ik zal jou ook even tevreden bestellen. Oh. Zo, ik vind het niet zo ziekneurig gezicht rond te lopen. Waar ga je ook steeds? Oh, je gaat naar beneden. Okay. Ja, je kan niet achter de computers, dat gaat niet. Daar heb ik, want ik weet zeker dat gebeurt als ik die computers vrij had gesteld. Ik weet zeker dat als ik die computers vrij had gesteld, dat iedereen erachter had gegaan. Dat ze erachter had gegaan. Ik vind dat uiterst irritant. Net zoals ik heb in ons geïnstalleerd dat ze niet meer tussen de poppenhuizen slopen van je kind. De kinderen geen rotzooi maken, want daar word je ook scheidsziek van. Ik heb ook een mod geïnstalleerd dat ze niet continu op een mobieltje zitten.
Want dan word je ook schaatsziek van. Dan liepen ze ergens met lopen ze met een mobieltje in hun vingers. Ik weet dat dat de trend van vandaag de dag is, maar niet in mijn spel. Oh shoot. Alexa, set timer 20 minutes. 20 minutes, starting now. Oh, dankjewel. Thank you. Ik zit graag in het donker sowieso, maar nu is het ook wel even lekker, want er komt geen zin. Ik heb de gordijnen dicht gedaan, want anders. Ten eerste, de zon schijnt dan niet meer televisie, zie ik niks. En ten tweede wordt het veel te licht voor mij, want ik kan nog steeds geen licht verdragen. Het is nou al de tweede keer dat ik een splinter in mijn oog had. Vorig jaar had ik het ook al. Maar toen in mijn andere oog. Hey Spooky Peek, ben je er ook weer, jongen? Ja, dus ik kwam uit het ziekenhuis. Waar was het? 4, kwart voor 4 in die geest, s'nachts. Nou, dan heb ik geen zin meer om naar mijn bed te gaan. Dus ik zat in de huiskamer. Ik zat hier op de bank. Dan was ik toch ingedut. Want het ziekenhuis had me al ingespoten met dat spul in mijn ogen. Dus en dan word ik op de uur wakker, ga door mijn telefoon. Is het me voor me? Chris, je bent niet op het werk. Ik zeg, ik ben gisteravond naar het ziekenhuis gegaan. Ik had een staalsplinter in mijn hoofd. Nee, nou, dan giet de man droog. Nou, blijf maar even een paar dagen thuis dan. Ja, dat is goed. Dankjewel. Nou zeg ik net, die anderen hebben er geen last van. Beginnen ze ook al. Er staat er echt meldingen uitschakelen. Maar ja, dat heb ik nog niet gedaan. Aha, vandaar. Cassandra, hey, hoe gaat het? Oh, wacht even, dit is je vriendin. Ik begrijp dat je geen tekst terug kan typen. Wat, ik heb net al gereageerd. Ik ben er nog niet uitgeschakeld, want die optie was er nog wel. Oh nee, inschakelen, oké. Okay. En you? Waar staat je aan? Oké. Sappige buurt heeft de meeste stemmen van de gemeenschap. Zo. Huiswerktijd, werktijd, kom op. Jij zit nog op je werk. Oké. Okay. You! Dit is jouw computer? Nee. Ja, zit ook, maar. Rot op. Web. Rapport invullen. Ze gaan hun huiswerk maken, dus er gaat niks op weg. Ah, jij hebt een huiswerk te maken. Oh, oké. Okay. Waarom heb jij een boek inzicht? Oh, jij hebt het boek inzicht alleen in je thuis. Die had je van je moeder moeten geven. Die ben nou, heb ik. Oh, wacht, je moeder heeft hem op de grond gegooid. Jij hebt hem gepakt, oké. Okay. Hallo. Nou. What the fuck, man? Ah, ik word schijnziek van die Sims. Oh, 61 per uur, 70 per uur, alsjeblieft.
wereld plaatsen. Waar ben je? Zo. Zorgvuldig werken. Ga jij je zus even helpen? Ja, project assisteren. Jij, geen tijd om te dansen. Je gaat eerst even je werk doen. Dit is de jouwe. Zijn we rapporten? Ik neem aan dat je dat nog steeds moet doen. Oh nee! Hold on. We gaan wat anders doen. Is dit werk? Zakelijk. Telefoons. Vergadering hosten. Dat was het dus. Ja, oké. Hey, je bent namelijk klaar met die computer. Je hebt 550 sommeljes te doen. Heel mooi. Ja, doei. Even kijken, daar gaan we. Jij. Ik ben nog bezig, oké. Okay. Ik laat het aan moet telefoneren, want ik kan niet daar hoeren met haar. 75. Dat duurt toch zo lang, goed hoor. Joe, daar ben je mee bezig. Jij hebt geen huiswerk. Jij bent met je ding bezig, dus heb jij een huiswerk gedaan. Zo. Je moeder, ga jij ook even assisteren? Dan maken we er een familieproject van. En zoals dat ze dat. Heb ik ook net doen van de vorige geïnstalleerd, dat ze het niet meer doen. Die mogen ze ook niet bij jou, want dan duurt het ook alleen maar langer. Ja, gaan we dansen. Je bent toch hier ook. Kom dan ook maar even iets assisteren. Dan maken we er een geheel familieproject van. Je had voor de ingang kunnen gaan zitten. Oh, dat wordt niet gehouden, want ik hoor lachen. Nee, dat wordt niet gehouden. Ach, weer achter de stomme robot. Toen ik de Sims voor het eerst speelde, dacht ik, wat doet dat niet? Helemaal niks dus. Een beetje bliep, 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 activeren. Dat is het einde. Piep, 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 piep. Leuk. Ah, ik heb gisteravond, of nou ja, vannacht eerlijk gezegd, zo'n rotnacht doet dat ook. Dat is niet normaal. Ten eerste, ik kon niet slapen, want zodra ik mijn ogen dicht deed, begon het zeer te doen. Ik voelde het spul tegen je ooglid aankomen. Dat hebben wij hier gisteravond bedoel ik. Dat ik naar bed ging, want ik denk moet werken. Dus als om 10 uur was ik naar mijn bed gegaan. Ik wilde om 10 uur in de bed gaan, maar ja, dus ik had de video afgesloten. En mijn ogen begon zeer te doen. Dus ik denk, ik ga eerst naar de eerste hulp, want ik weet niet wat het is. Of niet de eerste hulp, de huisartsenpost praktijk, of whatever je noemt. Ja, en die hebben me doorgestuurd naar het ooggedeelte, de KNO-arts. Alles bij elkaar heeft het uren geduurd. Man. En zolang ze er geen zalf in spuiten, blijft het je irriteren. Ja, dus eenmaal spoot ze het zalf erin. En uiteindelijk was het voor mij. De zin. Oh, wat was dat een fijn gevoel? Dat is die pijn weg. Dus daar heb ik het er ook in zitten. Dus daar heb ik ook geen pijn.
Maar ja, ik blijf wel wazig kijken. Voor de eerste komende 2-3 uur. Met het een hoop. Toen met z'n tweeën was het helemaal leeg. Want zeg je helemaal niks. En toen zat je te kijken. Want die vrouw van die zuster van het ziekenhuis heeft me nog in de taxi gezet. De taxi heeft me nog mee naar boven gebracht. Heb God me naar boven gebracht. Heb ik hem ook nog een 10 euro gegeven ervoor. Ja, dan eigenlijk op de bank en denk ik, ja. Pak je mobiel uit je telefoon, ja. Wat? Oh, laat maar zitten. Alles was wazig. Heel wazig, heel wazig. Je kon het een van het andere niet onderscheiden. En dan viel ik in slaap, want ja, ik had geen pijn meer. Dus ja, jij de hele nacht wakker blijven. Mijn lichaam denkt, jij gaat nu pitten. Nou, ik geloof dat ik iets van 2 uurtjes gepiet heb. Die klote telefoon. Dat was me voor me wat ik al zei. Ja, nou. Dus ik heb gezegd dat ik donderdag sowieso weer ga beginnen. Maar het gaat zo goed met mijn ogen doen. Ja, ik heb veel dingen besteld ook. Bij Bol.com heb ik ook iets besteld. Wat was dat ook alweer? Even bol.com bestellingen. Oh ja, 2 pistolen voor mijn controllers voor mijn VR. Voor schietspellen. Kan je wat beter schieten? Maar het duurt ook nog een week voordat die geleverd worden, vind ik. Want die leg je dan in dat pistool. En dan kun je zo schieten met een echt pistool. Want schieten in. Vooral gooien in de VR is moeilijk. Want ik zat een basketbalspel spelen. Ja, niet in het spel, maar. Ik weet niet of je VR-chat kent. Maar dan heb je ook een basketbal. Dat je kan gooien in die basketbalnetten. Maar. Pff, je zit te gooien of je gooit te hoog, te laag. Te veel naar links, te veel naar rechts. Schieten ook, je moet je echt heel voorzichtig. Zo. Want het zijn die controles. En als je een pistool in je handen hebt, dan is het wat natuurlijker. Ja, niet dat ik een wapen heb hoor. Dat niet. Maar het is natuurlijker. Ja, moet volgens mij. Jij nog huiswerking doen. Ik ben vandaag naar school geweest. Had jij dingen ingeleverd? Je hebt het allemaal gemaakt. Meneer. Hier heb je ook al je tentamen gemaakt. Ik heb het niet aangeklikt, dat weet ik zeker. En je hebt alle tentamen al gedaan. Je hebt eigenlijk een boek gejet, hè? Kipjakitori recept. Oh, ik kon ook sinds vandaag per telefoon is vergaderd. Dus. 33 molens per uur voor een totaalbedrag van 70 euro per uur. Oké. Poef. Paf. Dus. Hoe laat is het? Oh, het is nacht. Oké. Oh, ik denk, we hebben een spookhuis, de lampen gaan uit. Ja, met een normale sim heb je daar geen last van, want die legt te slapen rond deze tijd. Maar ja, vampieren zijn 24-7 wakker. Oh, bijt me, dat wil ik ook. Bijt me, bijt me, bijt me. Ik wil ook 24-7 wakker zijn. Bij godganse dag en nacht gamen, naar je werk, eten, gamen. Dus sim spelen dan in dit geval. Ook weer de hele middag en nacht. Oh, wat een luxe. Dat lijkt me pensioen wel. Oh. Kom maar zo, meneer Sabizi. Hoe moet ik jou ook zeggen? Whatever.
Hoe is het met jullie gesteldheid? Goed dat ik even check. Was het nou goed? Oké. Okay. En vandaag is het dus maandag. Ik ben helemaal de tijd. Dinsdag, ik ben echt tot al de tijd kwijt. Het is dinsdag. En ik heb geen zin om te koken. En nee, ik ga niks online bestellen. Ik ga heel arrogant 5 bruine bonen, bruine boterhammen pakken en 2 bakjes saté. Daar heb ik zin in. En geroosterd bruin brood. Ik heb de plakjes al in de oven gelegd net. Hoewel ik pas over 2 uur ga eten, maar maakt me niet uit. Want ik heb vries mijn brood altijd in. Dus dan dus meteen ontdooid. Dan kan het meteen krokant gebakken worden. En lekker die mora kipsaté dingen. Bakjes. Oh. Super extra pittig. En dan maak ik het sowieso wel pittig, want ik gooi er een rode peper in. Schijfjes rode peper met de zaden. Oeh. Of jalapeno, dat kan ook. Dus goed, dan heb ik een jalapeno ook. Allemaal gedroogd en ingevroren. Het belangrijk dat het goed houden. Je kan het ook wel. Als het niet gedroogd is, maar als je het dan zo gaat ontdooien, dan is het zo. Ja, flatsig. Dus. Lekker droog op een kampvuurtje. In een ervaren kampvuurtje. Barbecue. Jezus, Milo. Leg je al die pepertjes op erop. Even een paar uur eronder laten. Zeg 4 uurtjes. We zijn zo meteen charred, dus dat vind ik ook altijd wel lekker. Het geeft meer een smoky smaak aan je pepers. En dan hou ik ook van als het smoky is. Oh, die smaak alleen al. Ah, lekker. Ik hou op, want ik begin honger te gaan. Ze kan deelnemen aan kindtoernooien. Nou, leuk. Moet je even wat beter worden, want dan kun je tenminste geld verdienen. Dat je een grotere kans hebt dat je wint. Gisteren was het maandag. Wat heb ik gisteren gedaan? Hè? Ik dacht dat het nu maandag was. Ik ben gewoon 12 uur van mijn leven kwijt. Joepie! Ik krijg steeds mail van wij kopen auto's. Ik heb me nog nooit aangemeld op die website, sowieso niet. Ten tweede, ik heb niet eens een auto, want ik heb geen rijbewijs. Ik wil ook geen rijbewijs, wil geen auto, dus... Maar ik krijg wel steeds, dus we kunnen nu wel nagaan dat het gewoon phishing is wat ze doen. Ik krijg ook, ik heb dat mailtje gedeeld, dat vooral ouderen zijn slachtoffer van mensen die aanbellen dat ze een pakketje voor je hebben een bedrijfslogo op hun kleding staan. En in de doos zit een reep en een tegoedbon van een supermarkt van €150. En dan vragen ze of je wel even de 1,50 centkosten wil pinnen. Nou, die oude mensen die weten niet beter, dus die geven die pinnen. Maar het werkt niet, dus die man zegt, mag ik u pas misschien even, dan zal ik het proberen. En hij doet het. En ja hoor, het bedrag is eraf. En dan geeft die mensen hun pas terug. En hij gaat weg. En dan komen die mensen erachter dat ze een andere pas hebben gekregen dan dat ze zelf hadden. Want die waren van de vorige die opgelicht waren. Dus kijk alsjeblieft uit. Ik weet sowieso, ik weet wanneer ik iets bestel.
Als ze voor mij met een bestelling komen, dan denk ik, ja, breng het maar lekker terug. Het is me al een keer gebeurd. En er is zoiets van, in één keer gezegd, ah, denk ik, fijn. Ik krijg ook een bericht op mijn mobiel van, er wordt voor hun pakket bezorgd. En ik zit te denken, ik denk, van wie dan? Dus ik mijn legendes van alle websites waar ik ooit besteld heb nakijken. Nee. Oh. Bedankt voor het kijken en ik hoop je in deel 10 te zien. Doei doei!